De kruising van de Singel met de Stationsweg gaat vanaf woensdag op de schop. Auto's maken na de werkzaamheden niet meer direct de oversteek tussen de Nicolaas Maassingel en de Albert Cuypsingel. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven oversteken. Ook worden de verkeerslichten op de kruising aangepast. Ze kunnen vaker op groen worden gezet, waardoor het verkeer beter doorstroomt en het rustiger wordt op de Singel. De kruising wordt aangepast omdat er nieuwe woningen en kantoren op de Spuiboulevard komen. Het is de bedoeling dat het meeste verkeer dan via de Burgemeester de Raadsingel, de Stationsweg en de Johan de Witstraat gaat rijden. De werkzaamheden duren van 5 tot en met 11 mei. Tijdens de werkzaamheden blijven de Johan de Witstraat, de Singel en de Stationsweg bereikbaar voor verkeer.